Waar gaan we het vandaag over hebben? Wel, we gaan vandaag kijken over hoe dat we code kunnen schrijven die een bepaald iets meerdere keren moet uitvoeren. En dan spreken we over loops, over herhalingen. En voor mensen die willen meedoen, we gaan vandaag ook eens kijken naar een ander soort project dan een WPF-project. Namelijk, we gaan een keer kijken naar een console-applicatie. Je ziet daar misschien cdwop.slash in staan. Hey, wat gaan we eigenlijk maken? We gaan programma's maken. We gaan programma's maken die in dit soort omgeving werkt. Hey, boeiend. We gaan prehistorische programma's maken. Ja en nee. Het voordeel van console-applicaties maken is dat je daar heel snel code in kunt testen. Je kunt heel snel output uitsturen. Je kunt heel snel kijken of jouw code werkt. Terwijl, wat is het nadeel bij WPF en zo? Je moet er een knop opslepen, je moet misschien een textbox opslepen. Dat is heel veel gedoe om gewoon even snel iets te testen. Waar wordt dit ook nog heel veel voor gebruikt? Voor scripts, voor kleine programma's die bijvoorbeeld heel snel iets moeten doen. Hè? Iets dat al je files encrypteert of dat heel snel zoekt naar een bepaalde file in je bestandsstructuur, whatever. Dus daar zijn console-applicaties heel nuttig voor. Ik gebruik console-applicaties bijna altijd. Als ik examens voor jullie bijvoorbeeld moet opstellen, dan ga ik die in console-applicaties heel snel eventjes testen. Dan moet ik niet sukkelen in WPF. En de werking van zo'n console-applicatie, het grote verschil is dat je hier een console-applicatie kiest. En het grote verschil is dat je de input en de output, dus het input tonen, gebeurt nu allemaal naar het scherm. Dus daar gaan we een ander commandootje voor moeten gebruiken. En het uitlezen van de gegevens van de gebruiker gebeurt ook op een iets andere manier. Dus ik ga nu een nieuwe console-applicatie maken. Een console-applicatie, in tegenstelling tot een Windows-applicatie, is dat die eigenlijk, die start altijd in een methodeke genaamd main. En mensen die van andere programmeertalen komen, herkennen dat misschien. Je code start hier en die wordt gewoon, die start hier. Hè. Hier start het programma. Kunnen jullie dat lezen van achter? Sort of. En je programma wordt doorlopen en wanneer het dat hier komt, sluit je programma af. Punt aan de lijn. En dus het is dan aan jou om hier de nodige dingen te doen, dingen aan de gebruiker vragen. En er zijn eigenlijk dus twee dingen die nieuw zijn nu voor ons. Enerzijds dingen op het scherm zetten, output. En dat gebeurt via console.writeLine. En hetgeen dat je hier nu tussen die haak zet als string, gaat op het scherm getoond worden. Bijvoorbeeld, hallo iedereen. Het leuke is dus, nu kunnen we heel snel van die matrix stoere, hackerachtige applicaties maken. Ja, als je cw duwt en dan tap, dan verschijnt dat iets sneller. Nog iets. En wat is nu het ambetante met console-applicaties? Wel, als je die nu gaat runnen, en ik druk op start. Als je dan heel goed kijkt, dan ga je het misschien zien. Heb je het gezien? Ja, dat is een 60 fps gif. Wat is er hier gebeurd? Wel, die code, dat programma werkt perfect. Kijk, het programma heeft dit getoond, kwam hier en is afgesloten. Punt aan de lijn. Ik zal nu gewoon al eens, dat moeten jullie niet doen, maar we zullen eens eventjes terug naar de shell gaan. Ik ga eens naar die console-applicatie gaan, en deze. En ik ga naar de map waar dat... waar dat het uitvoerbaar bestand staat. Dus in de debugmap, daar zie je nu console application 2.exe. Als ik dat ding nu run, dan zien we dat ons programma werkt. Oké. Niet erg boeiend programma, maar we're getting there. Wat kan je nu doen? Wel, het probleem is dus, ja, ons programma sluit hier af. Wel, iets anders dat we kunnen gebruiken is input van de gebruiker vragen. We zouden nu bijvoorbeeld kunnen zeggen... druk op eender welke toets om te stoppen. En wat gaan we doen? We gaan eventjes hier input van de gebruiker vragen, maar we gaan er niks mee doen. Maar
wanneer je readline schrijft, console.readline, dan zal er een cursor verschijnen, een blinkend cursorje, en dat wacht. En zolang dat de gebruiker niet op enter duwt, gaat het programma niet verder. De gebruiker kan ook meer indrukken op enter, en al die input tot aan je enter wordt dan opgevangen. En als we dus nu ons programmaatje runnen, dan krijgen we een heel klein schermpje. Dat leesbaar. Kijk, nu pauzeer ons programma. Druk op één welke toets om te stoppen. En ik kan nu van alles intypen, whatever. Als ik nu op enter duw, dan stopt ons programma. Ja? Oké, okay, interessant. Waar gaat die input nu naartoe? Wel, die kunnen we opvangen. Die wordt in die readline-methode uitgelezen. En vervolgens kan je die toewijzen aan een variabele. Welk type zal die variabele zijn, denk je? Als de gebruiker iets via toetsenbord intypt in de console, ik hoor het daar al, een string. Dus je kan hier nu string input gebruiker is. En dus op dit moment, wel een beetje. Nu hebben we de input van die gebruiker bewaard. Als ik nu weer ons programma run, ja, dan gaat het niet veel anders zijn. Ik typ iets in, het programma staat af. En heel eventjes heb ik die variabele de waarde Tim gegeven. Wat doe je nu best meestal met console-applicatie? Altijd onderaan een readline zetten. Gewoon, dan pauzeer je programma totdat je klaar bent. En nu kunnen we leuke dingen beginnen doen. Nu kunnen we dus aan de gebruiker input vragen. En we kunnen die bijvoorbeeld tonen. We zouden bijvoorbeeld kunnen tonen. Ik ga hier iets zeggen. Console-write-line. Wat is uw naam? Zo. We vragen dat. En dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen. Uw naam is. Ik ga er een dollartekentje voor zetten. Uw naam is. En dan ga ik die variabele tonen. Zo. En dat is het enige dat je moet weten over console-applicaties. Ja, dit is dus niks nieuw, dit. Het enige nieuwe is die console write line en console read line. Zo kan je dus nu heel gemakkelijk... Oeps. Wat is uw naam? Tim. Uw naam is Tim. Het is een belangrijk programma, dit. Een vraagje. Ja, wel, als je dat dollarteken hier weglaat, dan gaat hij gewoon... Ik zal het gewoon runnen, dan zul je het zien. Dan verschijnt er gewoon dit. Door daar een dollarteken voor te zetten, gaat hij eigenlijk iedere keer als er iets met accolades komt, het gedeelte tussen de accolades als code beschouwen. In dit geval is dat een variabele. Ik zou weer even goed kunnen zetten, 3 x 2, dan gaat hij uw naam is 6 doen. Dat doet die... het is geen, ja, dat doet dat dollartekentje. Goed. Dat is heel veel blabla over die console-applicatie. Waarom doe ik dat nu? Wel, het is veel makkelijker om de les die we nu gaan doen in console-applicaties te doen. Laten we een keer, zij die meedoen, laten we een keer een programma schrijven dat de getallen van 1 tot 10 op het scherm toont. Hoe doen we dat? Wel, 1... 2, 3. De informatie, writeline, gaat zelf zien of dat de variabele die je meegeeft, of dat die van het juiste type is. In dit geval is dat een int. Dan gaat hij die gewoon als automatisch converteren naar een string en op het scherm tonen. 5. Ja, en je snapt het verhaal, 6 enzovoort. Wie weet nog wat de belangrijkste eigenschap was van een goede programmeur? Zo weinig mogelijk luie mensen. Dubbele code zien we niet graag. Dubbele code verhoogt de kans op fouten. En dus hier zien we heel veel dubbele code, terwijl het enige verschilletje is dit stukje. Wel, dat is code die zich herhaalt. En dus we willen nu eigenlijk dat heel deze lijn, dat die in ons geval...
10 keer wordt herhaald, waarbij dat de variabele hier tussen, dat die altijd wel een andere waarde moet hebben. En dus, laten we nu eerst eens, we kennen nog niks van loops, laten we nu eerst eens proberen dit verhaaltje te herschrijven met een variabele. Stel nu dat we hier een variabele hebben, int start is 1, wat moet er dan hier komen om 1 te tonen? Start. Voilà. En wat moeten we dan doen om 2 te krijgen? Start plus plus, of start is start plus 1. Voilà. En dan moeten we hier start tonen. En wat moeten we hier doen? Start is start plus 1. En je ziet al direct, ik kan dus nu dit al schrijven. Oké, meneer, nu hebben we meer code geschreven dan daarnet. Zwaar. Maar we zien ook dat er hier nu plotseling, als er nu een techniek moet bestaan om deze code te herhalen, dan zitten we zelfs niet met dat variabel stukje, want dat hebben we al opgelost. Wel, dat kunnen we oplossen en dat heet een while-lus. Wie heeft trouwens gehoord van een while-lus? Even eens checken. Jesus Christ. Kijk hoe. Dus voor de rest dan, letten jullie maar goed mee op. Wat is een while-lus? Wel, een while-lus, ik ga het even tonen ineens, gaat de code tussen de accolades naar de while blijven uitvoeren totdat aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Welke voorwaarden? De voorwaarden die we hier tussen schrijven. Hebben we al eens voorwaarden geschreven met iets? Bij de ifs. Bij de ifs hebben we gezien, als het ene getal groter is dan het andere, doe iets. Als het ene getal gelijk is aan het ene getal, of die tekst gelijk aan die tekst, doe iets. En dus hier kan je hetzelfde soort logische vergelijkingen zetten, als dat we hebben gedaan bij een if. En dus wat kunnen we hier bijvoorbeeld schrijven? Voer deze lus uit, zolang start kleiner is dan 10. En als we dat dan runnen, dan zien we nu dat we de getallen van 1 tot 9 krijgen. Ja. Waarom? Wat gebeurt er? We gaan nu een keer debuggen. We gaan eerst een breakpointje zetten. En kijken hoe dat die code nu door ons programmaatje gaat. Start is op dit moment, heeft welke waarde? 1. We komen aan die while, en nog voor we in die while nu gaan, wordt er gecontroleerd of dit statement correct is. Is start kleiner dan 10? Ja, want start is 1, 1 is kleiner dan 10. Dus, als we verder gaan, dan zien we dat we nu in die loop gaan. Start wordt op het scherm getoond, here we go. En nu gaan we start met 1 verhogen. En omdat we in een loop zitten, vliegen we nu terug naar boven, en herhaalt dat zich terug. Welke waarde heeft start nu? 2. Is start kleiner dan 10? Ja. En dus, dan gaan we er weer in. En dat blijft zich nu herhalen tot we op een gegeven moment start gelijk gaan hebben aan. Nu is start 9. Start wordt nu 9. Is nu. Welke waarde heeft start nu op dit puntje? 10. Hè? Ik heb ze net. Ik heb 9 op het scherm getoond. Start wordt nu 10. Start is hier 10 geworden, 9 plus 1 is 10. Als ik hier nu boven kom, dan zien we nu, ik weet niet of je kunt zien dat die statement vals is. Dus wat gebeurt er op dat moment? Dan vliegen we uit die loop. Ja? En wat is nu de kracht natuurlijk van, van zo'n herhalingen? Nu kan je ongelooflijk krachtige programma's maken die bijvoorbeeld, stel dat ik aan jullie vorige week vroeg van ja, geef mij eens, toon eens alle getallen van 1 tot 10.000 op het scherm. Ja, dan heb je heel veel typewerk. Hè. Ik type nog altijd zo. En dan zie je nu, nu is de sky the limit. Nu kan je zoveel code schrijven als dat je wil. Al de code hier binnenin gaat gewoon nu in dit geval 10.000 keer uitgevoerd worden.
Er is wel één belangrijk iets met loops. Wat is het gevaar van een loop? Dat die nooit stopt. Een infinite loop, een oneindige loop. Ja? Laten we eens dit stukje code in commentaar zetten. Welke waarde zal start hebben in die loop, continu? Altijd 1. Gaan we dus ooit uit die loop komen? Nee, kijk wat er dan gebeurt. Voilà, en je ziet het hier rechts dat we... En we hebben een oneindige loop. Heel lastig. Je kunt niks meer doen, ik kan niks typen, het programma is, blijft gewoon runnen. En in een console-applicatie als dit is dat niet zo'n ramp. Je ziet direct dat er iets niet klopt. Wat zal het gevaar zijn bij een Windows WPF-applicatie? Als je zo'n oneindige loop genereert, je klikt bijvoorbeeld op een knop, en die loop begint, op dat moment reageert je programma niet meer. Je kunt niks meer doen, zolang dat die loop bezig is. En je programma blijft letterlijk hangen. Een oneindige loop. Dus dat is zo'n de fout die je zeker in je leven gaat meemaken, nog volgende week misschien al. Oneindige loops. Wat is nog een probleem met die oneindige loops? Wel, kijk, ik ga toch dit doen. Maar op een gegeven moment zegt meneer Dams, ja, leuk, toon mij nu eens alle getallen van 1 tot en met, zullen we zeggen, tot en met 10.000, maar enkel de oneven getallen. Ik kan op twee manieren oplossen. Ik wil nu enkel dat hier de oneven getallen worden getoond. Hoe zou je het kunnen oplossen? Wat is de eerste manier? Ja, hier altijd plus 2 doen. Voilà. En dan zien we dat we alle oneven getallen te zien krijgen. Want we gaan altijd gewoon 1 overslaan. De andere manier had geweest dat je hier een if zette. If het getal modulo 2 is gelijk aan 1. Wat wil dat zeggen? Wie weet dat nog? Oei. Dat was die modulo nu weer. De rest. Dus als je het getal deelt door 2 en de rest is 1, wat weten we dan? Dat het een oneven getal is. Ah, daar dient die modulo voor. Oké, toegegeven, niet de meest fijne code. We gaan het zo doen. We gaan het zo doen. Goed. En dan zeg jij, oké, ik heb nu... dat werkt heel goed. Keileuk. Voilà. En dan zeg je, ja, maar ik wil... Ik kan dat hier veranderen. Als ik hier nu gewoon zeg, zolang start niet gelijk is aan 10.000, voer mijn programma uit. Gaat dat werken? Elk? Ja, dus we gaan eens kijken. Hey, het werkt. Keigoed. Klaar. Check. En dan gaat het toch eens denken, misschien moet ik toch wat langer testen. Oei. Het is, op een gegeven moment wordt het 999, plus 2 wordt 10.001. En dus uw ding is nooit 10.000 geweest. En dus, dit is zo'n typisch... Ik ga even mijn geluid afzetten, mijn excuses daarvoor. Zo. Ja, kunnen hier naar blijven staren, het zal nooit stoppen. En dus, wanneer je met loops werkt, zorg er altijd voor dat u... Uw manier om uw loop te eindigen, wel kan aan voldaan worden. Dat er wel degelijk hier een voorwaarde staat die ooit zal bereikt worden. En dus doe jezelf een plezier met whiles. Werk altijd met groter dan, kleiner dan, groter dan of gelijk aan en kleiner dan of gelijk aan. En zeker niet met is gelijk aan of is niet gelijk aan. Goed. Oneindige loops. Dus een kan gevaarlijk zijn. Gaan we een keer kijken naar hoe dat er nu uitziet in een flowchart. Waar heb ik hem hier? Ik heb hem niet bij. Maakt niet uit. Oké. Is dat duidelijk voor de while? Waar kan je dit nu voor gebruiken? Wel, dit wordt in alles gebruikt waar je met heel grote data bijvoorbeeld gaat zitten. Je hebt een gigantische databank en je wil ieder element uit die databank iets mee doen, ja, dan ga je er met een loop doorgaan en iedere rij iets mee doen. Je wil een file uitlezen, iedere
lijncode, iedere lijn tekst in uw file uitwerken. En dat wordt ook in gaming gebruikt. Als je een spel speelt, een shooter, hoeveel frames per seconde werkt dat? 60, bijvoorbeeld, hopelijk. Of 30 voor de console mensen. 30 frames per seconde. Wat gebeurt er in die 30 frames per seconde? Gedurende 30 keer per seconde wordt er code uitgevoerd. Ja? En dus, in een spel, als je naar een spel kijkt, dat bestaat uit wat we noemen een game loop. En deze loop gaat nu gewoon 60 keer per seconde uitgevoerd worden. En hoe ziet die loop eruit? Wel, dus hier is bijvoorbeeld, stel dat jij een boolean hebt, is alive, is true. Wel, we zouden hier kunnen zeggen, while de speler is alive, voer deze code uit. Ja? Dit is de game loop. En wat gaat er hier vervolgens gebeuren? Wel, het eerste dat gaat gebeuren is input gebruiker bekijken. Dus ieder framepje gaat dat spel heel snel controleren of je iets intypt of iets met je muis aan het doen bent. Je gaat input verwerken. Input verwerken. Bijvoorbeeld de gebruiker drukt naar rechts. Op dat moment gaat bijvoorbeeld de positie van je speler 1 centimeter naar opzij schuiven. En vervolgens tonen op scherm. Dan wordt dus heel snel een nieuw frame klaargemaakt en op het scherm getoond. En dat herhaalt zich. Dat is de game loop. En dus als er hier nu op een gegeven moment bij het input verwerken, als er bijvoorbeeld op dat moment iets gebeurt waardoor je sterft, dan ga je bijvoorbeeld zeggen van if player is hit is true, wel, is shit. Ja. Dan gaan we is alive op false zetten. En op dat moment, wanneer we dan hieruit komen, dan gaan we niet meer hier terug ingaan. Dan komen we uit onze game loop. Ja? Meer is er aan game development niet aan. We zullen eens heel snel, het gaat geen visueel boeiend spel zijn, maar we gaan eens kijken, we zullen eens zeggen, je wandelt vooruit. En dan gaan we zeggen, wil je verder wandelen? We gaan dit al eens gewoon runnen. Ik ga iedere keer, omdat het anders, we gaan veel sneller dan 60 frames per seconde anders runnen. Kijk, dat is mijn programma. Cool spel, hè? Wacht, het gaat cooler maken. We zullen het... Je hebt hier nog iets dat heet console.clear. Wat zou dat doen, denk je? Je raadt het nooit. Voilà. Ik ben nu op enter aan het duwen. Iedere keer een frame. Ja? Dus iedere keer nu een nieuw frame en verschijnen aan 60 frames per seconde. Goed. Wat ik gezegd, we gaan hier nu input verwerken. String input is console.readline. En die moet ja of nee antwoorden. En if input is gelijk aan nee, dan gaan we is alive op false zetten. Hij wil niet meer voortwandelen. En dan schrijven gedaan. Zo. Die heb ik dan niet meer nodig. En kijk wat voor een cool spel ik nu heb. Het maakt eigenlijk niet uit wat ik in heb. En als ik nu nee duw, gedaan. Goed. Ik zie iedereen denken van wow, cool. We gaan eens eentje verder gaan. We zullen eens int balpositie zetten. Int balpositie is 1. En we gaan nu eens een balkje tonen op het scherm. We zullen eventjes de console zijn foreground color veranderen. Naar lime green. We staan, ja, het is in de consolekleur, die zijn iets beperkter. Whatever. Ja. En wat kan je ook doen met zo'n console dingen? Je kan ook de cursor
op een bepaalde positie zetten. Ik ga die eventjes op een positie zetten, namelijk op de positie van de bal. En dan op de positie, op de zesde lijn, whatever. En wat ga ik dan doen? Dan ga ik een balletje tonen. Here we go. Goed. En wat ga ik doen? Iedere keer als de loop klaar is, dan ga ik die balpositie met eentje verhogen. En kijk wat er nu gebeurt. Hup, beweging. Als ik maar snel genoeg doe. Er zit nog geen bug in. Kijk wat er gebeurt als we aan de rand komen. Crash. Hoe kunnen we dat oplossen, denk je? Hoe kunnen we voorkomen dat het niet buiten de grens kan gegaan worden? Hoe kunnen we aan een voorwaarde checken? Eerlijk? Ik zeg sommigen denk ik het lippen. Een if. Ja, inderdaad. Ja, dus we gaan nu enkel die enkel als de balpositie kleiner is dan, ik denk dat in dit geval de console zijn breedte is. Enkel dan ga ik het balletje verhogen. Ja, ik moet de kleur eigenlijk nog goed veranderen. Ah, nog één te ver. Dan gaat dat langer. Kan je, als ik mij niet vergis, kan je ook verder gaan. Voilà. Ik ben nu op enter aan het duwen. Balletje stopt niet. Ik zou nu zelfs het balletje terug in een andere richting kunnen gooien. Kleine teaser. Volgende keer zullen we pong maken. En dat we het balletje over en weer kunnen laten botsen in console-applicatie. Ja. Waarom? Omdat we nu loops kennen. Die code blijft nu herhalen zolang dat aan deze voorwaarden is voldaan. Excuseer. Goed. Genoeg over de while loop. We gaan even verder kijken. Wat is iets dat heel vaak voorkomt met een while? Een while weet je niet hoe lang dat die zal duren. Maar stel dat de opgave is, geef mij alle getallen van dan tot dan, of geef mij vraag 20 keer aan de gebruiker voor dit, of schrijf 30 keer die tekst weg. Dat zijn dingen met een eindige aantal keer die je op voorhand weet. En als je op voorhand weet hoe vaak dat je dat moet doen, dan kan je daar een ander soort... ik zal de code bijhouden voor de geïnteresseerden en kun je nog thuis ermee spelen. Als je weet hoe vaak dat je de loop moet uitvoeren, dan gaan we meestal niet met een while werken. Nee, dan gaan we werken met een for loop. Wel, hoe ziet een for loop eruit? Wel, als je in Visual Studio 4 typt, en dan niks doen en twee keer op tab duwt, dan krijgen we de for loop. Je ziet hier weer van alles staan. Maar nu toch wel een hoop extra informatie. Wat zie je daar staan? Wel, een for loop wordt gedefinieerd door drie zaken die je hier tussen de ronde haakjes stuurt. En deze drie dingen gaan ervoor zorgen dat je loop x aantal keer zal uitgevoerd worden. Namelijk alle code die hier tussen staat. Dus we zullen hier eventjes voor alle zekerheid iets op scherm zetten. Hallo, voilà. En hoe ziet zo'n for loop eruit? Wel, het eerste deel... Dat is de opstart van uw loop. Daarin zeggen we, kijk, we gaan volgende variabelen gebruiken als teller. En die moet in het begin de waarde 0 hebben, of 1, of whatever. Dus ik maak hier een variabele aan, int i. Dat is een veelgebruikte naam voor in loops. En we geven die de waarde 0. Wat zegt dat laatste stuk? Wel, iedere keer als de loop klaar is, verhoog die variabele... In dit geval met eentje. Moet dat plus plus zijn? Ik kan evengoed verhoog die variabele met 2. Verhoog die met 3. Verlaag die met 2. Met 3. Whatever. En wat staat er hier? Hier staan nu de voorwaarden waaraan moet voldaan worden om in de loop iedere keer te gaan. Als we terug eventjes die code van daar straks kijken, dan hadden we hier int start is 0. While start is kleiner dan 10.000.
En dan gingen we van alles doen. En op het einde gingen we start iedere keer verhogen. Wel, als ik hier die variabele start noem. Ik vervang die hier door start. Hier ook. Wat zal dit dan moeten zijn? 10.000. Hier, als een equivalent stukje code. We hebben nu een, ja, waarom geeft hem hier een fout, denk je? Dat die hier al bestond. Dus we gaan die eventjes herbruiken. En dus, we hebben nu een for geschreven, die exact hetzelfde gaat doen als die while, maar gecontroleerder. Wij gaan nu, we kunnen geen fouten meer maken door bijvoorbeeld in onze while per ongeluk dit te vergeten. Dan hebben we een eindige loop. Nee, onze for gaat dit nu allemaal voor ons doen. Beginvoorwaarden. Voorwaarden om te controleren of er iedere keer in de loop terug wordt, mag worden gegaan. En wat er moet gebeuren na ieder keer dat je het loopje hebt gedaan. En als ik dit dus run, ik ga eventjes deze code terug in commentaar zetten. Als ik dit dus run, ja, waarom krijg ik nu een fout? Welke variabele bestaat niet? Start. Zo. Voilà. En nu krijgen we 10.000 keer hallo op het scherm te zien. Oké. Misschien zal ik hier eens iets anders zetten. Ik zal hier eens die variabele start zetten. Wat gaat die dan tonen? Wat gaan we op het scherm zien? Die verhoogt nu gewoon iedere keer. Ja? Sommigen zien nu van fucking hell, ga ik dit allemaal kunnen? Komt goed. Wat is de moeilijkheid met die voor de mensen die in het begin met die voor beginnen werken? Dat is die syntax. En het leuke is dat dus Visual Studio jou daarmee helpt voor TapTap. En je moet gewoon weten welke drie deeltjes jij moet benamen. Enerzijds ga je hier je, dat is de wachterwaarden eigenlijk geven. Hè? Dus je tellertje. En bijvoorbeeld teller. En ik wil dat die begint met op 0. En zolang teller kleiner is dan 50, doe iets. Dus nu gaat onze code in dit geval 50 keer uitgevoerd worden. Ik zal er 20 van maken om het te... Ja. Ja. Werkt mijn programma? Het werkt, het doet wat het moet doen. Het gaat 20 keer deze code uitvoeren. Wordt 20 keer uitgevoerd. 0, 1 tot en met 19. Wil je dus dat er ook 20 erbij komt? Wat moet je dan veranderen? Ja. Ook hier geldt dus dezelfde regel. Stel dat je dit doet, zolang dit niet waar is. Ja, dus ook dit gaat werken. Maar als ik hier nu terug weer enkel de, in dit geval de even getallen, nee, de veelvoud van 3 wil, dan zien we dat we een eindige loop hebben, want op een gegeven moment wordt het 18, dan wordt het 21 en het zal dus nooit gelijk zijn aan 20. Dus willen we dat veilig oplossen, dan gaan we dat zo schrijven. En kijk, we kunnen dus nu heel snel dingen doen die met grote getallen en grote teksten werken. Wat is nu nog iets dat je bij, zowel bij de while als de for heel vaak ziet? Laten we eens een programma maken voor een boekhouder. Nee, je hebt, we gaan hem in een for doen. En die boekhouder die gaat gevraagd worden om 10 keer een bedrag in te voeren. En iedere keer dat hij dat bedrag invoert en drukt op enter, dan wil ik dat er iets met dat bedrag gebeurt. In de eerste plaats gaan we gewoon dat bedrag eens tonen. Dus wat gaan we zeggen? Geef bedrag. Dan gaan we die input van die gebruiker verwerken. Dus we gaan nu het bedrag uitlezen. Ja. Ja, en we hebben gezien dat boekhouders ook coole mensen zijn. Wie ze accountant al gaan zien? Ene, oké. Dat was niet goed. Ja, niet goed. Ah, vond hem oké.
Zaterdag ga ik Dangerous Beasts zien. Wie zou gaan zien? Mijn god. Nee, dat gaat niet, want dat is nog niet beschikbaar om te downloaden. Ik ga niet naar de cinema, juist. Of ben ik de enige Harry Potter fan? Ah, toch. Nee. Oké, terug naar boekhouden. We verwerken de input van de gebruiker. Hoe kan ik nu ervoor zorgen dat die gebruiker die een getal intypt, dat ik dat als getal kan gebruiken? Wat moet ik dan doen? Ja, ik hoor het er. Converten, want dat zijn strings. Dus we gaan hier nu eventjes int getal van maken. En dat is dus hetzelfde als dat we dat vroeger al hebben gedaan om... Zo. Convert. Zo. Voor dit stukje had ik dat niet moeten converten, maar we hebben die suite nodig. En dus nu begint onze boekhouder getallen in te typen. Voilà. En na 10 keer stopt het programma. Ik zal hier eventjes hier nog geef bedrag. Echt dat zo doen. Sorry. Ja. Geef bedrag en dan dat de gebruiker weet het hoeveelste bedrag dat hij moet intypen. En nog een dubbelpuntje. Ja, dus als we dat dan nu runnen. Geef bedrag 0. Zo. En na 10 keer stopt dat. Wat is nu iets dat je heel veel gaat terugzien in loops? Dat is wat we noemen een lopend totaal. Stel nu dat we de som willen nemen van al die dingen die worden ingevoerd. Dan zou ik hier kunnen schrijven. Int som is 0. En iedere keer als nu de gebruiker die dat getal invoert, gaan we som gelijk staan aan som plus getal. Gaat dat werken? En we zullen eventjes hier tonen. Som is momenteel. Zo. Gaat dit werken? Wie zegt ja? Wie zegt nee? Oké. Eens checken, hè. Ik geef 12 in. De som is momenteel 12. Ik geef nu 5 in. De som is momenteel 5. Oké. De mensen die wisten dat hier fout ging lopen, goed gezien. De mensen die nu zoiets hebben van... Tju, meneer Dams is toch niet onfeilbaar. Ben ik ook niet. Hoe gaan we dat nu oplossen? Hoe kunnen we dit soort fouten oplossen? Naar onze code beginnen staren? Debuggen. Ja? Ja, dat is omdat ik een getal heb ingevoerd dat geen getal was. Dus wat gaan we nu doen? We gaan hier eens een breakpoint zetten. Ik druk weer op start. We komen in ons programma. Ik ga het eventjes zo. Goed. Dat komt op het scherm. Hij wacht nu op input. Dus ik ga intypen 12. Dat getal wordt geconverteerd. Dat wordt 12. Kijk hoe. Som is som plus getal. Som wordt nu de waarde 12. Kijk hoe. Getal wordt nog eens herhaald. De som wordt getoond. We komen naar boven. Wat gaan we nu zien? Dat we nu dus dit stukje code gaan uitvoeren. Dan kan je zien dat dat geel ziet. En vervolgens komen we terug naar boven. Wordt dit stukje code uitgevoerd. Is celler kleiner dan 10? Ja. Kijk hoe. Dan gaan we erin. En kijk wat er hier nu gebeurt met som. Die is terug op 0 gezet. Ja? Dat is natuurlijk niet goed. Want als we nu verder gaan en we vragen aan de gebruiker een getal. Ja, dan is som terug 0 geworden. Wordt die nu 5? Som is 5. Hoe lossen we dat op? Hoe voorkomen we dat dit niet iedere keer gereset wordt? Ja, we zetten dat inderdaad naar hierboven. En als we dus... Dit is niks nieuw. Hè? Dit hebben we al gezien. Herinner u dat oefeningetje dat je moest kijken hoeveel dat op de knop wordt geduwd? Dat is hetzelfde verhaal. De scope van deze variabele was hier
deze accolades. En iedere keer als we hier, wow, iedere keer als we hier kwamen, ja, verdween die variabele. Verdween die waarde, moesten we die terug aanmaken. Zet ik dat hier, dan krijgen we nu wat we noemen een lopend totaal. Het is niet dat dat gaat lopen, maar dat dat bewaard blijft. En ik kan dus nu heel snel, ik kan er zelfs negatieve getallen van maken. En dan wordt dat wat minder. Cool? Nee. Handig? Hopelijk van wel. Dat is die F4. Als we kijken nu naar, daar heb ik wel een diagrammetje voor. Als we kijken naar zo'n F4, dat ziet er dus zo uit. In het begin, echt, ik had in deze tonen. Als we aan onze F4 beginnen, hier wordt onze variabele die we gaan gebruiken als teller, die krijgt zijn beginwaarde, in dit geval 1. En dan aan het starten, iedere keer als uw loop gaat starten, wordt nu gecontroleerd, wordt hier aan voldaan. Indien nee, vliegen we eruit. Indien ja, voer de code uit binnen de loop, de body van de lus. En vervolgens, op het einde van die body, verhoog die variabele of verlaag het, whatever, en ga opnieuw. Dat is die UML-chart van zo'n variabele. Goed. We gaan een keer in WPF ermee spelen, hè? Dat we er wel leukere dingen mee kunnen doen. Zij die willen meedoen, we gaan een WPF-applicatietje maken om bijvoorbeeld nu heel snel te tekenen. Stel dat de opgave is, tekenen is voor mij 300 balkjes op het scherm. Ja, oké, dat is wel heel veel balkjes. Zonder loops kan je dat echt niet oplossen. Want de dag erop zeg ik van ja, en maak er nu eens 3 miljoen balkjes van. Ja, oké. Copy-paste, copy-paste, copy-paste. Zal uiteraard niet de bedoeling zijn. Dus wat gaan we doen? We zullen hier eventjes snel een button opzetten. We gaan hier een canvas opzetten. Oeps. Zo. En dus, nu gaan we loops kunnen gebruiken. Als je nu niet goed weet van hoe moet ik dit oplossen, wel, los het eerst altijd op voor 1 balkje. Of 1 probleempje van je ding. Nee, dus stel dat de opgave is, doe iets bepaald x aantal keer. Schrijf een eerste code voor dat doe iets bepaald voor 1 keer. En schrijf dan misschien ook eens dezelfde code voor 2 keer. En zie waar het verschil zit. En stel nu dat de opgave is, teken 10.000 balletjes naast elkaar. We gaan er 50 van maken. Hoe beginnen we eraan? Wat hebben we nodig als we een balkje willen tekenen? Een ellipsje. Ja, voilà. Zo. We gaan het balkje niet te groot maken. We gaan er eikens van maken, dat is misschien nog plezanter. Zo. Bal.fill. Zo. En het eerste balletje komt op de positie 5-5 aan de rand. Zo. Goed. En vervolgens gaan we dat aan ons canvas toevoegen, dat geen naam heeft gekregen. Nee. Oké. Okay. Nog niks nieuw, hè. Dit is les 3 of 2 zelfs. Voilà, 1 balletje. Brilliant. Ik weet niet of je het kunt zien. Daar is ons balletje. Goed. Oké, okay, en dan komt de meneer Damsus en zegt, ja, nu wil ik er ja, meerdere naast elkaar. Oké, okay, je zegt, ik weet wat loops nu zijn. Laten we daar een for rondschrijven. Hè. Meneer Damsus zegt, ik heb 50 balkjes nodig, dus ik ga hier deze loop gewoon 50 keer doorlopen. Ik ga dan run.
Heb ik, hoeveel balkjes heb ik? 50. Maar wat is ermee gebeurd? Ze zijn allemaal op elkaar gestapeld. Dat is natuurlijk niet fijn. Oké. Dat is niet leuk. Goed. Sommigen gaan nu direct zeggen, ja, ik weet wat ik moet oplossen. Als je nu niet het ziel dat je moet oplossen, ga even terug uit die loop. Ga even, negeer eventjes die loop die je hebt geschreven. There we go. En los nu het probleem eens op voor twee balletjes. Dus we kopiëren nu die code. Ja, ik moet die natuurlijk een andere naam geven. Ik ga die bal 2 noemen. Wat moet ik nu veranderen om dat tweede balletje bijvoorbeeld 5 pixels verder te zetten? Ja, dus hier, de left moet nu bijvoorbeeld, zullen er 10 van maken. Ja? Als ik dat dan run, dan zien we dat onze twee eitjes naast elkaar komen. Oké. Hoe kunnen we nu van... Ik ga nog een derde bal bijzetten, voor alle zekerheid. En dan zie je hopelijk weer... Waar het er... Dan ga je een patroon zien, eigenlijk. Ik ga expres iets trager om dit uit te leggen, omdat dit natuurlijk... Als je nog nooit met loops hebt gewerkt, is dit in het begin een beetje knoeien en zoeken naar... Hoe moet ik dat nu doen? Dus dit wordt nu 15. Ja. We kunnen voorlopig deze code niet in een loop zetten, want ja, dit stukje is variabel. Dus wat gaan we nu doen? Wel, we gaan het stuk dat variabel is in een variabele steken. En we zullen dat bijvoorbeeld noemen int pos. En de eerste keer is die 5. Dus hier komt nu pos. En wat moet er nu gebeuren met pos dat er hier 10 komt? Nee, pos is 5 en het moet nu 10 worden. Ja, inderdaad. Hè. Pos is pos plus 5. En dan kan ik dit veranderen in pos. En wat moet er nu hier gebeuren om van pos naar 15 te gaan. Ja. Enzovoort. En dus, als we nu deze code vergelijken met deze code, is die hetzelfde? Buiten het balletje. We hebben nu dus onze code zodanig geschreven dat als we heel dit stukje 10 keer herhalen, dat onze code 10 eitjes toont. En dan is weer de sky the limit. Hè. We kunnen er eens 1000 eitjes van maken. Dat zijn heel veel eitjes. Enzovoort. Maar die passen er niet allemaal op. Ik zou graag een veldje hebben. Altijd 10 eitjes. Oké. Altijd 10 eitjes. Nu wordt dat wat iets pro-achtiger. Wel, zorg ervoor dat we naar de volgende lijn gaan in onze code. Welk is het variabel stuk dat voor de... Ja, deze 5. Dus die gaan we ook variabel kunnen maken. Laten we die nu een keer ook in een... Ik zal die dan hier in een int pos I van maken. Zo. En ik ga die pos I noemen. Nu is er niks veranderd. Die pos I heb ik gewoon naar buiten gebracht. Ik verander die niet. Blijft gewoon werken. Wat gaat er nu gebeuren als ik hier pos na ieder loop pos I gelijk is aan pos plus 5? Hoe gaat het eruit zien? Wie heeft een idee hoe dat ons eitjes aan gaan getoond worden? Ja, inderdaad, diagonaal, omdat iedere keer wordt nu ons eitje eentje opgeschoven en ook eentje naar beneden. Dus, dat willen we natuurlijk niet. Wanneer moeten we
naar de volgende lijn gaan. Ja, zullen we bijvoorbeeld een bepaalde waarde van x hebben bereikt. En of nog meer, stel ik zeg na 10 eitjes. Welke variabelen bevat het aantal eieren dat we hebben getekend? Die i zegt mij hier binnenin continu hoeveel eitjes dat ik al heb getekend. Even kan ik bijvoorbeeld doen, ik zou kunnen zeggen, if i is groter dan 10, dan moet je de positie met eentje verhogen. Gaat dat werken? Kijk, goed. Dit moet enkel verhogen om de 10 eitjes. Hoe kunnen we weten dat we om de 10 eitjes zitten? Ik heb er straks al eens een spoiler van gegeven. Welke operator kennen we om te weten? De modulo operator. Ik kan nu zeggen, als i gedeeld door 10, moet hoeveel rest geven? Ja. Als i gedeeld door 10 0 rest geeft, dan weten we dat we 10 eitjes hebben getoond. En enkel dan gaan we naar de volgende lijn. We zijn er altijd niet, hè. Wat moet er nu ook nog gebeuren? Welke? Ja, de pos moet ook... Sorry, dat moet pos i zijn trouwens. Ik kan even controleren dat we niks... Voilà, ja, zo zag het eruit. Dit was correcter. De pos moet ook... Gereset worden. Hoe resetten we iets? Ja, we gaan het in ieder geval hebben, want we begonnen met 5. Voilà. Er is nog één eitje er aan betand toe. Gaan we eens iets bekijken. Kijk eens mooi. Dat is een interessante bug, hè? Wij zien het probleem. Wie ziet het probleem? Waarom gaan we nu naar het eerste eitje dan naar de volgende lijn? Ja. I is de eerste keer welke waarde? 0. 0 modulo 10. Hoeveel rest is dat? 0. Dus hier gaat het maar verder. Dus dat kunnen we op twee manieren oplossen. Manier 1 is, we kunnen beginnen tellen vanaf 1. Dan gaan we zien. Dan gaan we ook wel maar 9 eitjes hebben. Of niet? Voilà. Dat is een manier. Als je niet aan die voor wilt komen. Hoe kunnen we deze expressie uitbreiden? Dat die altijd moet uitgevoerd worden, behalve als i 0 is. Ja. En i is niet gelijk aan 0. En als we dan zien... Nu zit het eitje aan de andere kant. Nog een bug. Hoe gaan we dat oplossen? We gaan eens even tellen. Het 11e eitje... Ja, dus hieronder zie je, ik weet niet of je het kunt zien, 25, 30, 5, 6, 7, 8, 9, nu is i 10. I gedeeld door 10 is rest 0, dus dat is goed. En i is niet gelijk aan 0, dus dan gaat hem erin gaan of niet? Hij gaat erin. Wat heb ik nu fout gedaan? Dan zien we. Waar zit mijn bug? Ik weet het nu het antwoord zelf ook niet. Even zien.
Zoek de fout. Ik ga u straks het antwoord geven. We gaan voortgaan, anders gaan we tijd verliezen. Als je de fout ziet... Ah, jij ziet ze? Ah, is dat niet mijn eerste, het eerste eiken? Nee. Y9. Trial and error. Hey. Ah, ja, ja. Ja, Jente? Dat is hierboven, hè? Ja, inderdaad. En dan hebben we die... dan mag ik dit terug 10. En dan hebben we dan deze niet nodig, hè? Ja. Ja, keigoed, merci. Tjaka. Ah, nu hebben we nog een ei tekort. En dan komen we bij jouw opmerking, inderdaad. Dan hebben we nog één eikje. Dus dan kunnen we hier nu... Voor de geïnteresseerden, wat we nu hebben gedaan, dat heet in de programmeerwereld extreme programming. Wat is extreme programming? Dat is een aantal regels en één daarvan is wat we noemen pair programming. En hoe ga je dan programmeren? Dan ga je met twee of meerdere mensen aan één scherm zitten, aan één computer zitten. Dan ga je samen naar die code kijken. Eén programmeert en de andere daarnaast, of de twee anderen daarnaast, die gaan eigenlijk live meehelpen debuggen. Waarom dat bewezen is, dat als je twee programmeurs hebt die ieder apart werken, die gaan veel langer nodig hebben om hun eigen code te schrijven dan als je ze samen zet en eigenlijk beide dingen probeert samen op te lossen, omdat je dan automatisch meerdere mensen hebt die jouw fouten direct kunnen vinden voordat je ze... Er is een heel leuk filmpje... Extreme Programming... Ik heb geen internet. Oké, whatever. Goed. Laat ik nu eens dit verhaaltje terug door die while vervangen. En dus while teller is kleiner dan of gelijk aan 10.000. Int teller is 0. Is dit genoeg? Heb ik nu genoeg code geschreven? Om het te vervangen door een while. Nou, iets testen, hè. Ja, hieronder moet inderdaad, wat moet dit zijn? Die i moet nu teller zijn. Voilà, we gaan een keer zien. Ik ben dat per ongeluk vergeten, wat er gebeurt. Kijk, ik klik hierop. In mijn programma, ik ben nu aan het klikken. Mijn programma is volledig, reageert niet. En als ik hier nu op een gegeven moment een breakpoint zou zetten in die loop. Hij is zelfs gecrashed. Hij is zelfs volledig gecrashed. Hij is zelfs niet meer aan het debuggen. Nou. Zo kan je programma's maken die blijven hangen. Dus wat moesten we op? Hoe moesten we oplossen? Dus we hebben hier nu teller ook gezet. Wat moesten we nog doen? Wat doen een for voor ons? Een for gaat voor ons automatisch altijd dat tellertje met eentje of twee of drie of vier, whatever, verhogen. Bij een while moet je dat allemaal zelf manueel doen. En dus daar bestaat het gevaar, als je dit vergeet te typen, die teller plus, dan heb je gezien, dan heb je een programma dat crasht. En dus nu... En nu is ons balken weer daar. Ik heb ook iets meer balkjes dan anders. Ik raak er niet. Zwet. There we go. Dat ene balletje, dat hadden we dan hier weer gezegd. Omdat onze teller hier op
0 begint, als we die op 1 laten beginnen, dan hebben we 1 eitje minder. En dan komen we terug waar we moesten zijn. Maar dus, dat kan je zowel met een while als met een for oplossen. Goed. Er is nu nog een derde. Een derde soort loop, en die ga ik nooit gebruiken. Wat is de derde loop? Dat is wat we noemen de do-while loop. En hoe schrijf je die? Wel, je schrijft hier do. Accolade. Die staat er nog niet. Zo. En dan while. En dan een voorwaarde. Even zien. Ja, dus while teller is kleiner dan 10.000. Oké. Okay. Wat zou in godsnaam het verschil zijn tussen een while en een do-while? Je kunt het eigenlijk visueel zien aan de manier dat ik dit geschreven heb. Ik moet hier trouwens een komma punt achter zetten bij een do-while. Ja. De controle of dat de loop moet doorlopen worden, die gebeurt op het einde van de loop. En niet op het begin. En dus... als ik dat met een while doe, bestaat de kans dat ik, als ik die while aankom, dat daar direct al wordt gezegd, nee, deze voorwaarde is niet goed, ik sla die while over. Met een do while gebeurt dat pas op het einde, en dus wordt deze code sowieso minstens één keer doorlopen. En voor dit soort oefeningen ga je daar weinig verschil in zien, maar ik ga het eens eventjes tonen. In onze console-applicatie. Wat gaan we doen? Wel, we gaan eens een applicatie schrijven die aan de gebruiker iets vraagt. We gaan aan de gebruiker het soortgelijk programma als ze net vragen van onze boekhouder. En de boekhouder kan twee dingen doen. Die kan een getal intypen, of die kan de Q intypen om te stoppen. Als je zo'n programma maakt, heb je dan een for of een while nodig? Wie weet nog het verschil tussen een for en een while? Waarom kiezen we een for en waarom kiezen we een while? Voilà. Een for doe je als je weet hoe vaak dat je het wil uitvoeren. Een while niet. Dat gebruik je als je dat niet op voorhand weet. Als je nu de gebruiker laat kiezen om op een bepaald moment te stoppen, ga je dan een for of een while nodig hebben. Weet je hoe vaak dat de gebruiker iets gaat intypen? Dus wat gebruiken we? Een while. Ja? Dus, we gaan een string gebruiken, string input. En we gaan zeggen, while de input, als die niet gelijk is aan Q, ja, en in het begin ga ik die de waarde 1 geven, whatever. Zolang dat die niet gelijk is aan Q, gaan we deze loop uitvoeren. En dan gaan we nu iedere keer aan de gebruiker dat vragen. En dus, zolang dat ik nu iets intyp, tot ik Q duw, dan stopt ons programma. Ja? Oké. Okay. Stel nu dat we hier in het begin aan de gebruiker... dan is, ik ga het gewoon eens nu met een, als ik dit nu in het begin al de waarde Q geef, ga ik dan nog in mijn programma, in mijn while gaan? Nee, waarom niet? Kijk, ik ga hier een breakpoint zetten. Input is Q. Is input niet gelijk aan Q? Nee, is vals, dus we gaan erover, programma sluit af.
Hoe kan je dat nu voorkomen? Wel, je zou hier een andere beginwaarde kunnen geven, maar soms gaat het niet. Hè. Soms heb je hier ook al van alles aan een gebruiker gevraagd. Heeft hij misschien al eens een Q ingedrukt, whatever. Een do while ziet er dus zo uit. En als ik nu de code uitvoer, dan zien we dat we automatisch minstens één keer in ons programma gaan. En dat is het enige verschil tussen een while en een do while. Bij een do while gebeurt de controle achteraf. En een do while garandeert dus dat de code binnen de loop sowieso minimaal één keer wordt uitgevoerd. Wat niet het geval is bij een while. Bij een while bestaat het gevaar, of je wilt dat, dat de code in de loop sowieso niet wordt uitgevoerd. Ja? Goed. En dan kunnen we nu er eens snel eventjes kijken. En dus, je kunt die drie dingen dat we nu net hebben geschreven, while, for en do while, die kan je, eender welk probleem kan je meestal oplossen met één van die drie, maar als je goed weet wat de details zijn van die drie dingen, dan heeft de ene toch een voordeel tegenover een andere. En hier zie je bijvoorbeeld hoe dat je eigenlijk exact drie keer hetzelfde kunt doen. In dit geval is dat het getalletje van 0 tot en met 9 op het scherm tonen in een listbox, in een tekstbox. Maar met een for kunnen we dat dus eindig maken, omdat we dat voorhand zouden weten. Met een while weten we niet op voorhand en kan het zijn dat de code in de while niet moet uitgevoerd worden. Met een do while doen we als we toch minstens één keer iets willen laten uitvoeren. Goed. Ja. Twijfelt je, houd gewoon rekening mee, de for is de meest gebruikte. Zeker in WPF ga je vaker met een for dan met een while werken. We gaan er genoeg op oefenen. Ik zie dat er heel veel rode wangetjes krijgen van moegte en ouderdom. Wat gaan we volgende week doen? Dan gaan we het veel moeilijker maken. Dan gaan we lussen in lussen zetten. Dan gaan we dus een gigantische lus hebben. En we gaan daarin een andere lus zetten. En dan kunnen we dus oneindige lussen maken. Dan wordt het nog ingewikkelder. Maar dan kunnen we dus een pingpong maken enzovoort. Ik dank jullie en we zien elkaar donderdag in de labo's terug.